De beeldende kunstenaar Paul Cheung stelt een serie nieuwe kunstwerken tentoon onder de titel Transformation. Met dit thema wil Cheung in zijn solo-expositie benadrukken dat bepaalde objecten en organisch materiaal kunnen veranderen in een andere vorm. De expositie is gisteravond geopend. Op de expo worden 25 kunstwerken tentoongesteld, welke Cheung in 2019 heeft vervaardigd. De kunstenaar hoopt dat de collectie die hij ook in het buitenland zal presenteren in de smaak valt bij kunstliefhebbers. De expositie loopt tot 29 februari en het is, je moet zelf kijken wat de openingstijden zijn. Verder heb ik heel wat werken die dus op chiclee basis is. Dat wil zeggen, er zijn prints die bewerkt zijn. Er zijn meerdere van een werk. En je kunt er eentje krijgen voor een redelijk goede prijs. Van hieruit ga ik naar Amerika en dan heb ik een expositie in Colorado Springs Museum, dus ik ben zaterdag weer op weg naar Amerika. Ik hoop dat deze tentoonstelling in de smaak zal vallen. Ik heb er verschillende al gehad in de hal bij het museum. En ik denk dat deze wel een van mijn beste werken tentoonstelt. De kunsthistoricus Dan Dikhoff was de inleider bij de opening van de expositie. Hij vertelde over de kunstwerken die Cheung tentoonstelt op deze expo. Chiclees is een vorm van reproductiekunst, van reproductiegrafiek. Het woord reproductie doet u wel wellicht fronsen, maar dat hoeft niet. Want grafiek is een vorm van beeldende kunst, reproductiekunst die al eeuwen oud is. Ooit ver geleden in China begonnen met de houtsnedende kunst voor de boeddhistische teksten, 800 na Christus. Maar veel dichterbij, de 16e eeuw en later de 17e eeuw, Rembrandt bijvoorbeeld, gebruikte ertsen om zijn werk te verspreiden door Europa. Zodat mensen konden zien, hé, dit is wat iemand maakt in Amsterdam. Dit is zijn stijl, dit zijn zijn onderwerpen. En niet alleen dat is de functie van de reproductiegrafiek, dat je je werk kan verspreiden. Maar het is ook een manier om mensen in aanraking te komen, te laten komen met je werk en te zeggen van goh, het is voor u misschien niet qua grootte of qua financiën haalbaar om het grote stuk aan te schaffen, meneer Rembrandt, maar ik koop een kleine ads. En die functie is lange tijd gebleven. In de late 19e eeuw ontstaat dan de traditie van kunstschilders en reproductiegrafici die speciaal getraind zijn om op de meest vernuchtige wijze schilderijen op papier na te maken. Kunsthistoricus Dan Dikhoff. Hij sprak gisteravond bij de opening van de solo-expositie van beeldende kunstenaar Paul Cheung. De expositie duurt tot en met 29 februari.